Wat heeft Maastricht gemeen met de stad Padua? Wat heeft Maastricht gemeen met de stad Dresden? Iedereen zal denken, nauwelijks iets. Als we meer bijzonder kijken, zijn er zeer veel overeenkomsten. Als we in Padua zijn, daar hebben we een prachtige fresco Cyctus van Giotto. En daarin wordt de heilsgeschiedenis uitgebeeld. Een prachtig geheel van beelden uit de middeleeuwen. Als we naar Dresden gaan, dan hebben we de Fürstenzug. Dan wordt het huis van Sachsen uitgebeeld op een prachtig lang tableau waarin de vorsten, de keurvorsten worden uitgebeeld. Maar als we Maastricht zijn, dan hebben we een Sphinxpassage. En daar wordt de geschiedenis van de industrie van Maastricht, meer de bijzondere keramische industrie, uitgebeeld. En dat gaan we nu bekijken. En dat doen we onder leiding van Bart van der Boom. Toen ik de opdracht kreeg, ben ik hier gaan kijken. Het was een hele grote witte wand, 120 meter lang, 5,5 meter hoog. En het was verdeeld in bepaalde hoofdstukken, kleinere en bredere en hoofdstukken, smaller, langer. Die in relatie staan tot het dak met de lichtpartij van de lichtstraat. En het is ook geen diepe plek, je kunt geen afstand nemen. Maar dus toen dacht ik van oké, en die pilaren die staan een stukje voor de wand. En ik denk dat ik moet dat esthetisch oplossen. En ook de hoogte betrekken in het verhaal. En toen dacht ik oké, ik moet een hufteproef materiaal hebben. Ik moet een soort grid hebben waarin ik die hoofdstukken in elkaar kan overlaten lopen. En het moet een bepaalde... En ik wilde de vorm en de inhoud koppelen. En toen dacht ik, ja, het moet een theotableau worden. Dit is gewoon het beste idee. Het zijn allemaal Maastrichtse tegels. Alles is van de Moza. Dus dat is de enige fabriek die nog echt in Maastricht staat. Dus ik wil dat ook gewoon lokaal houden. En ze hebben een ontzettend mooi kleurenpalet. En ik ben een beetje met het kleurenpalet gaan spelen bovenin. Dat die hoofdstukken als het ware in elkaar overlopen. En dat de kleuren van de hoofdstukken ook naar beneden doorlopen. En ieder hoofdstukje heb ik één bloemetje gegeven, een decor. Wat als het ware correspondeert met de kleurenpalet wat van boven naar beneden komt. Onderlangs een lambrisering die weer correspondeert met de kleur van de oude pilaren die nog allemaal staan van de fabriek. En dat geeft ook een soort rust en een eenheid. En het is ook een soort van sokkel waarop de informatie gedragen wordt. In de Sphinxpassage zijn 11 vitrines met aardewerk van de collectie van het Santa Ceramiek. En de vitrines, het zijn hangende vitrines die als het ware een eenheid vormen tussen al die pilaren in de tentoonstelling. En ik mocht uiteraard ook niks schroeven in de wand. Dus ik dacht, ik ga dat structuur gebruiken om ze te integreren tussen die pilaren. Waardoor die pilarenconstructie ook een eenheid wordt met de wand zelf. En ze zijn zwevend gemaakt. Dat vond ik ook heel erg interessant en goed. Want dan de ruimte onder open blijft. Maar je kunt ook achter gaan staan.
Om te zien wat de achterkant van het bordje is. Want een verzamelaar of een kenner kijkt altijd als eerste naar de achterkant van een bordje. Dus dat vond ik heel erg interessant om het ruimtelijk te maken en te houden. En ja, door ze heel mooi zwevend te presenteren. Dit is het verhaal van de jaren 50 en 60. Op zich een mooi hoofdstuk, omdat het de verbinding is tussen het sanitair en het aardewerk. Omdat het toen in die periode allemaal dezelfde kleur, dezelfde stijl, het pastel had. Alle afbeeldingen in heel de Sphinxpassage zijn van het SACL. Ook deze reclamefolders, die op zich een prachtig mooi tijdsbeeld geven. Het zijn ook posters. En er loopt heel mooi over in de wasbakken van de Sphinx die we in tentoonstelling hebben kunnen plaatsen. Iets hoger dan normaal, dat het meer een ding wordt om te bekijken dan om te gebruiken. De Sphinxpassage staat er al 5 jaar en nog steeds krijg ik heel veel positieve reacties. Het is ook fijn om te kunnen vertellen van ja, ik heb ook de Sphinxpassage gemaakt, omdat het blijvend is. En heel veel projecten die ik doe, die zijn heel tijdelijk. En vaak zijn ze verdwenen zonder gebruiksporen na een paar maanden. En dit is permanent, dus het is ook wel leuk. En het komt echt zelden voor dat er geen mensen in de Sphinxpassage zijn als ik er voorbij fiets of even kom kijken of nog met mensen naartoe kom. Dus het is nog steeds een druk bezochte plek en ook veel VVV-gidsen lopen erheen, omdat het natuurlijk een hele mooie plek is om ook de plek, het verhaal van de plek op de plek zelf te vertellen. En daar zit ook een deel van de kracht, dat je het verhaal vertelt waar je ook in het verhaal staat. Wie de Sphinxpassage heeft bezocht, die heeft een indruk gekregen van Petrus Regout. Het leven van Petrus Regout, maar ook van de keramische industrie. En die hier is, die kan meer zien dan alleen dit tegeltableau. Die kan in feite de bouwkundige relicten uit die periode in een straal van 100 meter allemaal zien. Die kan naar het Eiffelgebouw, die kan naar de Belgen, die kan naar de Brikkenbouw, die kan naar het woonhuis van Petrus Regout, die kan naar het timmerfabriek en die kan zelfs naar de showroom en de kantoren en ook de energiehuis van Petrus Regout. Dus alle indrukken uit dat industriële tijdperk.